Welkom op de voorstelling van de tweede graad Office en Retail. Ik ben Katrien Kerkhoven, adjunct-directeur en verantwoordelijk voor de tweede graad. En ik heb Christophe de Bare uitgenodigd, die verschillende kernvakken geeft in deze richting. En ook de klasseleraar is van de richting Office en Retail. En samen gaan wij deze richting aan u voorstellen. Nu, vooraleer we dit doen, nog even dit. Leerlingen van onze school zullen dit herkennen, maar ook voor andere leerlingen buiten onze school is dit natuurlijk wel belangrijk om eventjes stil te staan bij hoe maak je nu zo'n goede keuze. Je staat voor de tweede graad en je moet daar iets kiezen en er zijn 1001 mogelijkheden en misschien denk je van, ja, hoe begin ik eraan? Wel, denk eens na, wat waren stermomenten in mijn leven? Het waren momenten waarop je dingen gedaan hebt die mensen echt fantastisch vonden en waarvoor ze naar je opkeken. Waar ben je dus sterk in? Durf ook te dromen. Hè? Waarvan droom je? Wat zou je graag willen doen? Weet ook dat kiezen verliezen is. Als je iets kiest, dan ga je iets anders niet hebben. Hè? Dat is evident. En de laatste iets. Denk zeer goed na waar je knap in bent, wat je goed kan, wat je graag wil. Welk soort leerling je bent, dat zijn allemaal belangrijke zaken. Dit alles, samen met informatie, en daarvoor zijn we hier, zal ervoor zorgen dat ook jij een goede keuze kan maken. Laten we nu eens kijken waar die richting Office en Retail zich situeert binnen onze school. Op onze school hebben we TSO-richtingen, daar hebben we vier van. En hebben we ook een BSO-richting, Office en Retail. Deze richting die we nu aan jou gaan voorstellen. En ik geef graag het woord aan meneer De Bare om eventjes heel algemeen deze richting te situeren. Hoe ziet die richting eruit? Dank u. Office en Retail is vooral een bedrijfsgerichte richting of een bedrijfsgerichte vorming waarbij administratieve en commerciële taken centraal staan. Dit in combinatie met een breed gebruik van softwarepakketten en online toepassingen. Onder die softwarepakketten verstaan we dan vooral het Office pakket en foto-videobewerking die vooral online gaat gebeuren. Ja. En de tweede graad is vooral een kennismaking of een proeven van twee vakgebieden. Als 13 of 14-jarige leerling of in een derde en een vierde jaar is het niet altijd al evident om een keuze te maken naar later toe. En daarom wordt er bij ons in de tweede graad vooral met het proeven gewerkt. Het kennismaken met zowel administratie, dat is het office gedeelte, als het retail gedeelte of het verkoop gedeelte. En we merken dan ook dat er heel veel leerlingen een keuze maken in een derde jaar en zeggen van, oh ja, ik ga kiezen voor retail, ik wil later in een winkel staan. En door dat proeven, door dat kennismaken met, toch na twee jaar zeggen van, ja, die administratie of dat werken met die documenten, dat ligt mij toch nog meer dan het winkelgedeelte. Ook het omgekeerde verhaal is waar. Er zijn ook heel veel leerlingen die zeggen van, ja, in een winkel staan en zo bij de mensen en al, ja, dat zie ik niet zitten. Tot als ze dan echt aan verkoopsgesprekken beginnen, tot als ze echt die contacten hebben met de klanten en die dan ook totaal omdraaien en na twee jaar ook wel zeggen van, ja, die winkel, dat is toch wel mijn winkel. Dus dat is het leuke aan vooral de tweede graad, dat we kunnen proeven, dat we kunnen testen, dat we kunnen ondervinden. En dat op die manier toch heel veel leerlingen in een vijfde jaar een gerichte keuze maken voor wil ik nu toch het meer het bureauwerk doen of wil ik nu toch meer het contact met klanten en in een winkel staan. Nu, wat zijn dat proeven of wat zijn die twee pijlers binnen onze richting? We hebben, zoals die al zien staan, we hebben eerst en vooral office. En office is meer het werk die achter de schermen gebeurt. Dus het is gericht op vooral kantoor- en bureauwerk. Dit in combinatie met softwarepakketten, zowel online als offline. Dus het office pakket of de online toepassing. Een andere zaak is het gericht zijn op persoonlijke en communicatieve vaardigheden. Dus dat wil zeggen aan het onthaal het eerste contact met klanten, met eventuele bezoekers binnen een bedrijf, is heel belangrijk. En dan de telefonische communicatie is natuurlijk zowel binnen iedere afdeling van een bedrijf, de telefoon opnemen, doorschakelen, contacten leggen met
Dat moet toch ook wel op een bepaalde manier gebeuren, op een bepaalde, dat moet toch een bepaalde inhoud hebben. Dus zoals daarnet ook al gezegd, hier gaat het vooral bij het office gedeelte over het werk die er binnen een bedrijf gebeurt, ja, maar die niet door de klanten gezien wordt, dus vooral de zaken die achter de schermen plaatsvinden. Dus dat is één, dat is het office gedeelte, dus dat is eigenlijk meer naar het bureauwerk. En we hebben dan ook nog de tweede pijler, dat is ons retail project. Bij het retail project, je ziet het hier ook al aan de afbeelding, gaat het vooral over wat zich situeert binnen het winkelgebeuren, dus het zichtbare naar de klant toe. Met daarnaast ook nog... daarnaast ook nog niet alleen van wat is er zichtbaar, het contact met de klanten, maar natuurlijk in een winkel, en vandaar dat we hier ook deze afbeelding gebruikt hebben. In een winkel staan de producten niet zomaar lukraak midden, maar dat is echt wel de reden waarom bepaalde producten eerst in de winkel staan, waarom bepaalde producten bovenaan of onderaan in een rek liggen en zo verder. Dus daar wordt er ook wel les over gegeven. De sfeer en de aankleding van een winkel is belangrijk. En het verkoopsgesprek. En natuurlijk op het einde ook het inpakken van de producten en afrekenen aan een kassa. Dat is winkelgebeuren. Maar naast het winkelgebeuren is er ook natuurlijk nog een klein stukje logistiek. Daar wordt er ook al kennis mee gemaakt. En dat logistiek heeft niets te maken met de grote logistieke bedrijven zoals een TNT of een pakjesdienst. Maar wel het logistieke gebeuren van een winkelmagazijn. Goederen komen bij ons toe in een winkel, in een grote doos. Ja, natuurlijk, die grote dozen ga je niet gaan plaatsen in een winkelrek en dat de mensen dat kunnen kopen. Die moeten uitgepakt worden, die moeten anders geëtaleerd, gestockeerd en verzameld worden. Dus dat komt ook allemaal aan bod in dat retailstukje. Dus twee grote pijlers, administratie achter de schermen, verkopen, duidelijk in het zicht van onze klanten en waarbij dat we toch wel met een aantal zaken rekening moeten houden. Dat zijn in grote lijnen waar onze richting in de tweede graad rond werkt, rond draait. En dat wel in combinatie met andere vakken. Ja, goed. Mooi. Laten we dan eens kijken naar die lessentabel. En daar zien we, daar zijn vier delen in die lessentabel. De algemene vorming, kernvakken, beweging. Talen. Straks gaan we de kernvakken in detail, meneer De Baere gaat dat nog uitleggen. Maar als we kijken naar die algemene vorming, dan merken jullie daarop dat daar geen aardrijkskunde, geschiedenis enzovoort op staat, zoals dat in een ASO of een TSO op de lessentabel staat, maar dat er wel het project algemene vakken staat. En straks gaat meneer De Baere dat ook uitleggen. Daarin zitten eigenlijk verschillende van die aspecten opgenomen. Dus je hebt niet meer die echt theoretische, toch wel aardrijkskunde, geschiedenis enzovoort, maar je gaat veel praktischer gaan werken in deze richting. Maar het gaat in eerste instantie en vooral om die kernvakken, is dat, en je ziet dat dat een serieus pakketje is van je week, 13 uur in de week ben je daarmee bezig. Straks gaat meneer De Baere uitleggen dat dat natuurlijk in stukjes en in verschillende onderdeeltjes opgesplitst is. Maar toch, 13 uur in de week ben je met die zaken bezig. Als dat je ding is, dan is dit echt wel een richting voor jou. Goed. Meneer De Baere, zeg eens. Ja. Het grote blokje van 13 uur administratie en retail wordt eigenlijk in drie stukken verdeeld. Een eerste stuk is sowieso, heb je zowel in het derde als in het vierde, 2 uur nog de pure klassieke oude ICT per week. Wat wil dat zeggen in die 2 uur ICT of 2 uur informatica? Gaan we ons bezighouden met het aanleren van de Office-programma's, Word, Excel, Access en dergelijke meer, ook PowerPoint. Zoals daarnet ook al gezegd, we hebben ook aandacht voor de online toepassingen en dat speelt een beetje in op wat op dat moment wel wat actief is. Maar vooral ook foto- en videobewerking doen we met online toepassingen. En om een keer iets anders te gebruiken dan altijd het klassieke PowerPoint-systeem, gaan we ook een aantal presentatietools aanleren. Wow. Daarnaast is er ook af en toe aandacht voor het uitwerken van ICT-opdrachten in samenwerking met andere vakken. Ik denk maar aan bijvoorbeeld Engels of Nederlands, waar leerlingen een opdracht krijgen waar ze iets groots moeten presenteren. Ja. Dan komt de presentatie die ze daarvoor gebruiken ook wel eens onder de aandacht tijdens die uren ICT en wordt daar nog
gefine-tuned over hoe presenteer ik, waar moet ik letten, hoe ga ik een filmpje of een foto nog wat extra in de verf zetten en zo verder. Dus dan is er wel even, of is er mogelijkheid op samenwerken met andere vakken. Een volgende onderdeeltje is het grootste blokje administratie. Wat komt er in die administratie aan bod? Dat is, zoals ook al aangehaald, we gaan werken rondom klanten onthalen. Hoe ziet een onthaalruimte eruit? Hoe moet ik mij verzorgd opstellen? Hoe moet ik reageren tegenover klanten? We gaan ook de telefooncentrale hanteren. Belangrijk natuurlijk als er telefoons binnenkomen, dat die correct doorgeschakeld worden. Maar vooral ook naar de juiste dienst. En om naar juiste diensten door te schakelen, is het natuurlijk wel nodig of handig dat je weet welke diensten, welke afdelingen bestaan er binnen een bedrijf, welke functies bestaan er in een bedrijf, en zo verder. Dus dat is eigenlijk het begin van ieder jaar, zowel in het derde als in het vierde, de administratieve aspecten. En daarnaast gaan we dan ook nog gaan kijken naar de documentenstroom binnen de administratie. Dus er zijn begrippen zoals een offerte, zoals een prijsaanvraag, magazijnopdracht, een bon, orderbevestiging. Het zijn allemaal documenten die gebruikt worden binnen de handelswereld, binnen de bedrijfswereld. Maar natuurlijk leren we dan aan in welke context komen die aan bod, wanneer komen die aan bod, hoe gaan we daarop reageren en zo verder. En dan het laatste trimester in ieder jaar, dus zowel in het derde als het vierde, gaan we ons dan bezighouden met de pure boekhouding van een bedrijf. Hoe zit het met een balans? Hoe zit het met een resultaat? Een balans, een boekhouding moet altijd in evenwicht zijn. En bij een resultaat gaan we gaan kijken op een einde van een jaar, een volledig jaar werken. Hebben we nu uiteindelijk winst gehaald of hebben we een verlies geboekt? Dus dat wordt allemaal bekeken. Dat wordt allemaal boekhoudkundig geregistreerd. Dat is het administratieve deeltje. Dus zowel klanten onthalen, telefoneren als met documenten werken en berekeningen uitvoeren. Het retailgedeelte, ik heb daarnet ook al een stukje gezegd. Het retailgedeelte gaat over dat winkelmagazijn. Hoe ga ik mijn goederen ontvangen? Hoe ga ik ze moeten transporteren binnen mijn magazijn? Hoe ga ik ze moeten stockeren? Daarnaast ook... Daarnaast ook de veiligheid en de signalisatie. Aandacht voor etiketering op goederen. Is iets breekbaars? Is iets schadelijks? Moet je dat op een bepaalde manier behandelen, komt ook allemaal aan bod. De goederen, nadat ze in het winkelmagazijn gestockeerd zijn, moeten ook klaargemaakt worden voor verkoop. Dus soms uitgepakt worden in een andere doos of in een andere context geplaatst. En moeten gepresenteerd worden ook binnen de winkel. Daarnaast gaan we dan ook kennis maken met verkoopsgesprekken. In een derde jaar gaan we die nog niet gaan zelf voeren bij echte klanten, maar gaan we luisteren, kijken naar verkoopsgesprekken die gevoerd worden. En we gaan ook kennis maken met de soorten klanten. En dat is wel belangrijk, dat je weet als je in een winkel staat, een klant die gehaast is, ja, en die komt een broek kopen, die moet je geen 10 broeken tonen. Dat is met 2-3 broeken moet dat voldoende zijn. Een klant die een namiddag uitgetrokken heeft om te gaan shoppen, ja, die kan je dan wel 3 broeken tonen of 10 broeken tonen en die kan je daar nog een trui bij verkopen en zo verder. Dus dat komt allemaal aan bod, daar maken we kennis mee. En dan nog een laatste is ook het inpakken van goederen. Een klant koopt een cadeautje, dan moeten we dat natuurlijk wel op een of andere manier deftig ingepakt krijgen. En het afrekenen aan een kassa, zodanig dat op het einde van de rit onze kassa klopt en dan weer de terugkoppeling naar onze boekhouding, dat onze boekhouding ook kan kloppen. Dus dat is eigenlijk in een notendop wat in die hoofdbrok of in die kernvakken van 13 uur allemaal aan bod komt. Dus opnieuw even herhalen, dus dat is dat proeven van. Hier gaan leerlingen echt wel aandacht hebben of kennis maken met van oh, dat is toch meer mijn ding of dat is toch meer iets voor mij. In een vierde jaar, dat misschien ook nog even bijzeggen, in een vierde jaar is er dan ook al een eerste stukje praktijkervaring waarbij leerlingen in een echte winkel, kan een kleerwinkel zijn, maar dat kan ook in een groot warenhuis zijn, een keer een dag of twee echt gaan meedraaien en een keer de eerste kneepjes van het vak gaan aangeleerd krijgen. Ja, dus zij kunnen al in de praktijk dus bepaalde dingen gaan... Ja, ook via bedrijven. Administratie is wat moeilijker natuurlijk om daar binnen te vallen, maar zeker... Nee. In het retail gebeuren kunnen ze wel, of gaan ze wel een dag of twee meewerken. Ja.
En op die manier hebben ze ook al eens een, ja, een ervaring waarbij dat ze zien van oké, is dit iets voor mij? Of, ja. Ja, zeker en vast. En zowel, het is in een kleerwinkel, het is in een groot warenhuis, ja. Het zijn al twee specifieke of twee verschillende types van producten. Ja, en, inderdaad. Dus ook wel, de mensen vragen dan ook al, zeker in een groot warenhuis, van waar kan ik dit vinden of waar kan ik, waar kan ik die soorten koekjes vinden? Dus dan helpen ze al een keer zelf mensen. En ja, dan zie je toch wel een aantal leerlingen daar wel wat meer voeling voor krijgen. Dus dat, dat is wel een leuk gegeven. Mooi, mooi. Toch wel een heel pakket, hè. In die 13 uur zit daar toch wel een mooie waaier aan allerlei zaken die daaraan geleerd worden. En waar ze inderdaad, zoals dat je zegt, kunnen van proeven. Mooi. Ja. Goed. Dat is een, het is een vrij uitgebreid, uitgebreid. Ja, hè. Ja. Goed. Daarnaast komen bij ons ook de talen aan bod. En wat een aantal leerlingen toch wel soms wat angst inboezemt, van ja, talen, en ik kom misschien uit een THSO-richting of ik kom uit een andere richting waar we niet veel talen gehad hebben of waar we net wel veel talen hadden, maar ik was daar niet zo goed in. En bij ons in onze richting is het vooral praktijkgericht. En ik heb er ook bij geschreven, het is belangrijk van te durven spreken en fouten maken mag. Even spreken in die zin, in derde en vierde jaar ga je nog niet echt in contact staan met klanten van een vreemde taal. Natuurlijk in een vijfde en een zesde wel. En dan is het niet de bedoeling dat je in een vijfde of zesde jaar op stage staat en dat daar een klant bij u komt in het Engels of in het Frans en dat je wegloopt van die klant of dat je de telefoon opneemt en er spreekt u iemand aan in het Frans en dat je hem plots gaat dichtgooien. Vandaar in een derde en een vierde gaan we werken rondom ja, durf te spreken, durf iets te zeggen. En ik maak ook altijd de vergelijking. Gelukkig hebben we nu de laatste jaren al premiers gehad in België die Franstalig zijn. Daar hoor je ook heel duidelijk dat zij niet 100% de Vlaamse taal of de Nederlandse taal machtig zijn. Maar het belangrijkste is, de boodschap die ze overbrengen, die komt over. En ja, die maken ook, het zijn zelfs de eerste ministers of ministers, dus dat zijn al belangrijke functies in het land, maar die maken ook taalfouten. Tuurlijk. Zij durven te spreken, ze durven iets te zeggen, en de boodschap komt over. Dus dat is wel het belangrijke. Ja, schrijven, oké, het moet, maar een zakelijke brief schrijven kan je eens laten controleren door iemand anders. Maar op het moment dat je moet spreken, sta je er alleen voor. En dan moet je wel die durf hebben. Dus die durf, praktijkgericht, mag fouten maken. Het is met oefenen, het is met vallen en opstaan. En het is ook geen 52 tijden in het Frans dat we moeten leren. 13 tijden in het Engels dat we moeten leren. Het blijft dat doel, het overbrengen van de boodschap, die echt wel het belangrijkste is. Dus daar moet je zeker geen schrik van hebben voor die talen of voor de moeilijkheidsgraad van die taal. Daarnaast hebben we dan ook nog het vak PAV. Zeker voor mensen die uit een TSO-richting komen, is dat inderdaad iets nieuws, iets anders. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis en zo verder, die vallen hier weg. Die worden vervangen door PAV, waar dat we projectmatig aan de slag gaan. En ik heb daar ook bij geschreven, de diverse vakken komen wel aan bod, zonder dat je eigenlijk doorhebt dat je met een vak bezig bent. Ik geef een voorbeeld. Stel, je bent in een vertelling bezig en het gaat over een bepaald thema. En plots heb je het over Brugge en over Brussel en over Kortrijk. En het is misschien een leveringsgebied. Het gaat over goederen leveren. En Brugge, Kortrijk, Brussel. Als je daar lijnen tussen trekt, tussen die drie steden, kom je op een driehoek uit. Ja, een driehoek, dan kun je al eens gaan kijken van ja, welke oppervlakte heeft dat dan? Dus dan ben je eigenlijk al met wiskunde bezig. Kortrijk, Brugge, Brussel, dat is alweer aardrijkskunde. En als we dan nog eens de lengte en de afstanden ertussen meten, dus dan zijn we zowel met geschiedenis, of dan een beetje met geschiedenis bezig, een beetje met aardrijkskunde, een beetje met wiskunde, zonder dat je echt wel doorhebt van oh, ik ben nu een uur wiskunde aan het doen, of ik ben nu geschiedenis aan het doen. Het is in een project, het zit in een thema, en uiteindelijk, op het einde van de rit, ga je ook kunnen oppervlaktes berekenen, ga je ook genoeg weten over uw aardrijkskundige kennis en de geschiedenis van de Gulden Spoorslag van Kortrijk en hoe dat het daar ineens zat in Brussel en dat daar ook een Europees parlement is. Dus dat komt allemaal aan bod, zonder dat het echt een lesje over... Het is echt heel praktijkgericht en gelinkt naar de echte wereld. Hè? Ja. Het gaat over maatschappelijke thema's. Ja. Het gaat over waar we dagelijks mee bezig zijn. Ja, oké. Daarbij aan bod.
Goed. Heb ik ook specifiek nog opgeschreven Nederlands communicatieve vaardigheden, want ja. Dat wordt soms wel verward met, ah ja, we hebben Frans, we hebben Engels en we hebben ook Nederlands. Ja, dat is niet zuiver waar. Het zijn geen zuivere lessen Nederlands, waar dat we oefeningsjes krijgen op het leidend voorwerp en over de DT-regels en zo verder. Nu, als je een fout schrijft met DT, gaat daar ook wel naar gekeken worden of gaat daar ook wel even op teruggekomen worden. Maar het gaat dan vooral over het communicatieve. Heel belangrijk binnen onze richting, heb ik al gezegd. Dus ja. Hier communiceren, zowel in gesproken boodschappen als geschreven boodschappen. Zakelijke documenten, een brief schrijven, een zakelijke mail schrijven. Waarop moet je letten? Wat moet erin staan? Wat mag er net niet in staan? Hoe gaan we mensen aanspreken? Dus dat is belangrijk en dat komt dan in die lessen ook aan bod. En zowel in het derde als het vierde jaar gaan zij als klas een toeristische daguitstap volledig organiseren. Dus met de kennis die ze opgedaan hebben. Dat wil zeggen, zij gaan in een stad zelf gidsbeurten voor zich nemen. Zij gaan afspraken maken met een restaurant voor 's middags te gaan eten, met toeristische bezienswaardigheden waar we naartoe moeten, waar we toegang voor moeten betalen. Dus zij leggen alle contacten, ze gaan ook afspraken vastleggen, de betalingen uitvoeren. Dus de volledige organisatie van die volledige dag ligt in handen van de leerling. Ook trein reserveren, bus reserveren, de uurtabellen bekijken en zo verder. Ja, alles wordt door de leerlingen gedaan. En we hopen dan natuurlijk op het einde van die dag op tijd terug in Deinzen. Dus dat is wel een maar leuk. Mooi dat zij dat al allemaal kunnen en allemaal doen, want dat zijn toch wel heel echt interessante dingen, ook voor het latere leven, vaardigheden. Dat gaat veel ruimer eigenlijk dan hier die Nederlands communicatieve vaardigheden. Mooi. Mooi, ja. Dankjewel. Ja, en zeker ook voor leerlingen die met de fiets naar school komen, die worden dan eens bijgestaan door leerlingen die wel altijd met de trein of met de bus. We hebben ze dat dan ook een keer geleerd. En ja, zo leren ze inderdaad ook wel. Zo leren ze van elkaar. Hè? Ja. Het wordt natuurlijk wel gecontroleerd door leerkrachten. Ja. Ja. Dat wij blindelings instappen en die dag ons laten leiden. En misschien als we een dag op stelt naar Brugge doen, dat we plots in Brussel staan. Niet, maar het is onder begeleiding, maar het is inderdaad, zij doen, we hebben wel de eindverantwoordelijkheid. Ja. Mooi, mooi, mooi. Goed. Nu, wie zijn eigenlijk die leerlingen die daar bij jou in de klas zitten? Zou je ze eens een beetje kunnen typeren? Welk soort type leerlingen? Welk profiel hebben die leerlingen? Ja, wel, ik heb het hier eens opgeschreven hoor. Dus belangrijk is een bepaalde interesse en talent voor praktisch computerwerk. Dus je moet graag met de computer willen werken. Je moet er toch wel meer over willen weten. En dan bedoel ik niet... wat is dat, Fortnite spelen of zitten chatten op de computer, daar gaat het niet over. Het gaat echt wat over documenten opmaken, daar een bepaalde vorm, structuur in steken, berekeningen doen, opzoekwerk doen met de computer. Zo'n zaken natuurlijk ook weer datzelfde, foto's bewerken, video's bewerken, daar toch wel ergens iets van creativiteit kunnen insteken. Daarnaast ook, het is al een paar keer aan bod gekomen, het praktisch taalgebruik. Ja, sommige leerlingen zeggen van, ja, oké, taalgebruik en babbelen, maar ik babbel niet zo gemakkelijk met de mensen en ik ben soms wel wat verlegen of wat bescheiden. Daar gaat het niet over. Dat is niet zo erg. Het groeit er wel uit. Sommige leerlingen zien het tussen het derde en het vierde jaar zo evolueren en zo veranderen. Maar het gaat dan over het feit van, ja... Je moet willen spreken. Er moet ergens wel een wil zijn. Als je zegt van ja, ik kies voor de richting retail of winkelbeheer. En ik durf niet te spreken en ik verstop mij in een kast op het moment dat mijn klant. Ja, dan is het natuurlijk niet de bedoeling om deze richting aan te vatten. Voor de rest dus ook een interesse in het bezig zijn met documenten, berekening, opvolgen van gebeurtenissen. Dat is dan zeker die documentenstroom. Daar gaan we werken vanaf. Hun prijsaanvraag of een offerte, dus een klant die vraagt van hoeveel kost iets en wanneer kan dat geleverd worden, tot het eindproduct dat het inderdaad geleverd is bij die klant, dat we het misschien zelf eerst nog moeten bestellen en zo verder. Dus dat is opvolgen van, bezig zijn met. En ja, hier komt toch een stukje orde en nauwkeurigheid ook bij kijken. Als je zegt, ik ben een sloddervos en als ik een documentje krijg, ja, een uur daarna ben ik het eigenlijk al kwijt of weet niet waar ik het gelaten heb. Oké, daar kunnen we wel aan werken, maar ja, dat is niet echt de bedoeling. Je moet toch een beetje structuur, een beetje orde hebben, een beetje nauwkeurigheid bezitten.
En dan natuurlijk, als je kiest of als je zou kiezen voor een verkooprichting, ja, moet je interesse hebben in bepaalde producten, willen weten hoe een product werkt, wat het voordeel is van een product, wat is het nadeel van een product, en daar eigenlijk het beste in dat product naar boven brengen, een soort verkooppraatje houden, alsof dat het beste mes is dat je ooit in je handen had, terwijl dat misschien niet zo supergoed snijdt. Maar ja, als je een keer een tomaat gesneden heeft, is het al iets. Dus echt wel u daar willen in verdiepen in een product en in de productkennis, wat wel belangrijk is. En wat voor velen ook wel een vrijheid of een verademing is, zien we als ze naar onze richting komen, zeker ten opzichte van een TSO-richting. Er zijn minder vakken die ervoor zorgen, of waarvoor het zorgt dat we eigenlijk per vak meer tijd hebben om alles te gaan verwerken, uit te leggen en oefeningen te maken. Om eigenlijk een voorbeeld te geven, heel praktisch, de leerlingen hebben 2 uur ICT bij ons, dus 2 uur informatica. Ze hebben ook 2 uur informatica in een TSO-richting. Wat is het verschil? In een TSO-richting gaan ze een uur uitleg krijgen en gaan ze 1 uur kunnen oefeningen maken en de rest gebeurt thuis. Ja. Bij ons gaan ze 20 minuten uitleg krijgen, korter, en gaan ze 1.5 uur in de klas oefeningen kunnen maken. Dus, en dat is bij alle vakken zo. Dus de theorie, de theoretische uitleg, het pakket is iets minder qua theorie, maar ze gaan veel meer tijd hebben om alles al in de klas eens te verwerken. Er is ook nog huiswerk, er zijn ook nog taken thuis te doen. Maar dat verschil is, als ze al een uur en een half in de klas gewerkt hebben aan bepaalde oefeningen, is het ook makkelijker om thuis dan de rest van die oefeningen af te werken of om met nieuwe oefeningen aan de slag te gaan. Mm-hmm. Dus dat is zo'n beetje de situatie van wie zit er bij ons in de klas en wat kan je bij ons komen doen. Ja. Misschien ook nog eens meegeven, want dat staat nog onderaan op onze dia, dat als je naar BSO overstapt, dat je na je 6e jaar eigenlijk nog geen diploma secundair onderwijs hebt, maar dat je dat wel makkelijk kan verkrijgen door een 7e jaar te volgen. En daar te slagen natuurlijk ook, maar dat je op die manier dus ook wel je diploma secundair onderwijs kan bekomen. Ja. Goed. Nu, terwijl we aan het spreken zijn over de toekomst, hoe ziet die toekomst er eigenlijk uit voor die leerlingen die in office en retail, dus hier in de 2e graad zitten? Waar kunnen die dan nog naartoe op onze school in de 3e graad? Zoals al een paar keer gezegd, bij ons in die 2e graad is het proeven belangrijk dat de leerlingen een bepaalde feeling, een bepaalde zin krijgen in ofwel het verkoopgedeelte ofwel in het administratieve gedeelte. Mm-hmm. Stel nu dat een leerling zegt na 2 jaar van oké, dus werken aan die bureau, de computer, papieren, dat is mijn ding, daar heb ik wel feeling mee. Dan gaat de leerling in een 5e jaar kiezen voor office en logistiek. Mm-hmm. Office is dezelfde lijn zoals in het derde en het 4e, dus het bureau werkt het administratieve luik. Maar daar komt ook het onderdeeltje, dus een keuzeonderdeel, logistiek bij. En wat is logistiek? Wel, dat is een beetje hetzelfde zoals dat magazijnbeheer of dat winkelmagazijntje, maar dan in een grotere vorm. Dus echt wel een bedrijf die alleen met logistiek bezig is, met verzenden, ontvangen, stockeren van goederen en zo verder. Dus dat is echt wel het grote logistieke gebeuren waar daar kennis mee gemaakt. Aan de andere kant zijn er ook leerlingen natuurlijk die zeggen van nee, het administratieve luik, dat is mijn ding niet. Geef me iemand een winkel, contact met de mensen, op de winkelvloer rondlopen. Die kiezen dan voor retail. En retail geeft 2 opties. Retail is het verkopen, dus verder gezet ook van derde en 4e jaar. Maar die hebben dan wel 2 keuzeopties. Ofwel gaan zij zeggen van oké, dat winkelgebeuren vond ik leuk, maar ook dat winkelmagazijn had wel iets. Dan kiezen ze voor retail en logistiek. Dus hetzelfde verhaal als bij office en logistiek. Ja. Logistieke gebeuren, alles wat met die grote logistieke bedrijven te maken heeft. Of ze zeggen van, ja, logistiek en dat winkelrek en dat winkelmagazijn, nee, dat is mijn ding niet. Ik heb het meer voor, hoe ga ik producten tentoonstellen, hoe ga ik etalages maken, hoe ga ik mijn product in de kijker zetten. Dan ga ik kiezen voor retail en visual merchandising. Die visual merchandising is eigenlijk het kernwoord of dat omslaat eigenlijk alles wat met goederenpresentatie en leren te maken heeft. Ja. Dus
de optie. Kies je voor office, dan heb je sowieso logistiek erbij en geen, geen goederenpresentatie. Kies je voor retail, dan mag je kiezen voor ofwel logistiek ofwel goederenpresentatie. Maar dat is natuurlijk iets verder toekomstmuziek voor leerlingen van Ja, en die zaken die kunnen ook bekeken worden. Daar zijn ook filmpjes van gemaakt, dus die kunnen ook bekeken worden. De meer uitgebreide uitleg over die richtingen via het filmpje dus op de website. Onderaan staan ook nog eens de zevende jaren vermeld. Dus ook dat is opgenomen in de filmpjes, zodanig dat je eigenlijk ook al kan bekijken van hoe gaat het nog verder. Maar zoals meneer De Baere net zei, laten we beginnen met het derde en het vierde jaar. Hè, en, maar misschien ben je al geïnteresseerd van hoe kan het verder. En dan kan je dat daar bekijken. Dankjewel. Nu nog eventjes zeggen hoe dat we het verder zien. Naast deze filmpjes hebben wij ook voorzien om op dinsdag 12 mei tussen 18 uur en 20 uur een callcenter op onze school te installeren. Daar zullen de specialisten van elke richting, dus ook bijvoorbeeld meneer De Baere, zal daaraan bezig zijn en u kan telefoneren met uw vragen die u nog zou hebben over deze of over andere richtingen. Wij voorzien ook, maar dat is natuurlijk onder groot voorbehoud, want we weten niet hoe de zaken verder gaan evolueren, welke maatregelen er nog zullen genomen moeten worden, maar wij voorzien een inschrijvingsmoment op woensdag 27 mei, een info- en inschrijvingsmoment. Gaan wij nog een open poortdag kunnen organiseren? Dat is echt koffiedik kijken, dat weten we helemaal niet. Ik zou zeggen, hou onze website in het oog, want daar komt alle informatie op die wij verder aan u willen geven. Wij danken u dat u erbij was. Ik dank ook meneer De Baere voor de grote en degelijke uitleg die hij gegeven heeft. Dus wil u hem graag eens persoonlijk spreken, dan kan dat op 12 mei en misschien ook op een later moment op onze school. Dank u wel en tot later.